iemand iets te melden. Ik was gisteren wel getoucheerd, echt geraakt, dat je zei van ja, je kunt het absoluut wel zien of gewaar zijn of kun je realiseren, niet realiseren. zien. Nee, het is geen object. Dat is wat het in essentie ook betekent. Dus werkelijke advaitische realisatie is de realisatie van het absolute. De verschuiving van de persoon naar bewustzijn is wat we ontwaken noemen. Dus vanuit Advaita-perspectief stap 1. En dat is een cruciale stap. Zonder dat gebeurt er helemaal niks. Maar het is niet het eindpunt, het is de eerste stap. Ja, en die leidt dan of in sommige gevallen tot realisatie, dus tot een tweede stap, of het leidt tot volwassenheid. Wat aan te bevelen is. De realisatie van het absolute, dan val je als het ware door bewustzijn heen en dan zie je dat bewustzijn het eerste verschijnsel is, maar niet de realiteit. En wat ik gisteren zei, van ik was daar voordat God verscheen, zei Eckhart. En, nou, ik formuleerde dat niet zo, maar ik zag bewustzijn komen. Eerst was ik niet, of was er niet, en ineens was er een bewegingje, een lichtje, boem, de 10.000 ding. Want uit die vonk, ik ben, ontstaat het hele universum. De hele klerenzooi is gewoon één. Vanuit het absolute gezien stelt niks voor. Zo klein is het. Vanuit een mensje gezien denk je, oh, het universum is oneindig groot. Wat zijn wij nietige wezentjes. Ja, uiteraard zijn we nietig, want zelfs die I am is in al zijn macht zeer nietig. Dat is heel grappig. Wanneer zie je dat? Als je het ziet. Nee, maar ik bedoel, jij. Nu bijvoorbeeld. Dus sinds dat gerealiseerd is, zie ik dat eigenlijk altijd. Dus er is een soort gelijktijdigheid. Ik kan vrij aardig nog, dat lukt net, functioneren zo. Dus ik kan objecten zien en mensen onderscheiden, maar tegelijkertijd is dat andere zien ook er de hele tijd, want feitelijk is er alleen maar dit. Als dat ergens op slaat. Dus ik ben tijdloos. Niet dit ding, hè? Nee, zelfs geen energie. Energie hoort bij die ik ben-heid. Dus we kunnen bewustzijn zeggen, of we kunnen zeggen, zoals zij net zei, levenskracht, dat is hetzelfde. Maar dat wordt waargenomen. Dat wat ik ben, is dus geen leven. Leven is daar grens, dat is op het toneel. Waarmee overigens niet gezegd wordt dat dat slecht is. Hè? Soms maken mensen dat ervan, of negatief. Nee, het is alleen op het toneel. It's not me. Het is een dansje waar je naar zit te kijken. Het is net zoiets als je naar een film kijkt. Hè? Dat kan heel fascinerend zijn en je kunt je erin verliezen, bij wijze van spreken. Maar ergens weet je donders goed, het zijn pixels en het is daar grens. It's not me. En het kan allerlei reacties oproepen, maar wat er ook gebeurt op dat tv-scherm, het zal jouw strot niet afsnijden. Weet je wel, of gelukkig maken, of whatever, dat is daar grens. Ja, dat is met dit ook. Daar kan er ook niks anders van maken. Dat is... Nou ja, dat is dus tijdloos. Dus je zou kunnen zeggen dat dat de hele tijd is, als je vanuit tijd denkt. Je zou ook kunnen zeggen dat dat maar één keer is, en dat is nu. En in het verhaaltje zegt Hans dan van dat is in, weet ik veel, 1997 gezien, whatever. Dus dan lijkt er ineens weer tijd. Dus het hangt af van wat we als context gebruiken, of welk referentiepunt.
Dus voor het denken wordt het daarom ingewikkeld. Voor de realiteit nooit. De realiteit die is alleen maar, vanuit realiteit gezien is er nog nooit iets gebeurd. Maar als persoon of als mens denk je dat dingen een geschiedenis en een toekomst hebben. Dus was er ooit dit en toen dat en kunnen we dat ook nog een beetje zo de puntjes gaan verbinden en er een soort oorzaak en gevolg ding, zodat wij het kunnen snappen. Niet dat het zo gaat, maar dan als we het lineair maken, dan is het nog de volgende. Hè? Ja, hartstikke praktisch. Maar anders word je helemaal knettergek. Want strikt genomen is alles hier tegelijkertijd. Of niet, zo je wil. En it will blow your mind. Dus we structureren dat een beetje. Het is net als met een muziekstuk ook. Hè? Als je al die noten tegelijk speelt, dan boem. Ja, daar kun je niks mee. Weet je wel? Dus we trekken dat uit elkaar en dan krijg je... Lalalala. En dan is het te volgen. Dus dat begrijp ik wel. Maar in werkelijkheid is het zeg maar boem, maar dan zonder geluid. Ik ben eigenlijk de hele tijd gevoeld. Ja, voilà, yes. Dat, right now. Altijd hier. En dat is niet te pakken, want dat is alleen voorbij. Zo. Ja, alleen maar hier, dit, ja. En er is ook niemand die dat kan pakken. Daarom zei ik al, verlichting, daar heb je niks aan. Je kunt beter volwassen worden. Dan krijg je, anders krijg je allemaal van dit soort bizarre gesprekken. Dit is eigenlijk niet uit te leggen. En ik doe mijn best, maar... Dus die oude tijger die zei ook wel eens van... Hè, want hij constateerde dan zeker bij die Indiërs... dat ze het heel leuk vonden om allerlei goden te vereren. Dan zei hij wel eens van... als je al iets wil vereren, vereer de levenskracht. En niet een of andere verzonnen entiteit... of zelfs geen meester of whatever... Eer dan die levenskracht. En dat is een hele slimme opmerking. Want als je gewoon je gaat richten op dat gevoel er te zijn. Dus ik leef. En je neemt dat als guideline. Dan ben je gelijk uit de angst. Uit de manipulatie. Uit de verleden toekomst gedoe. Want die levenskracht kan ik alleen maar nu ervaren. Niet morgen. En ook niet gisteren. Dus dan is mijn aandacht meteen bij de essentie van dat organisme. Namelijk er te zijn. En dan is dat je God en je richtsnoer en je GPS. Dan heb je helemaal geen tijd meer om je druk te maken over wat zullen ze van me denken of hoe zal het morgen gaan of whatever. Dat is meteen allemaal aan de kant. Nou, zoals gebruikelijk, de wijzen geven raad en niemand luistert. Ja, dat is het alleen de levenskracht en die actief is. Een bewustzijn die passief is, maar die om met elkaar... Yes, twee kanten van dezelfde medaille. Om te werken bij elkaar. Yes, that's it. Maar dat is de essentie. Yes. Dus dodelijk eenvoudig. Neem dat als rechtsnoer en je zult een fantastisch leven hebben. Plus je hoeft niet wakker te worden. Dat is kei cool. Ik heb toch niks over te zeggen. Nee, dat is waar. Maar als je daaraan vasthoudt, dan komt het allemaal goed. Kijk, het punt is, de grap is eigenlijk, van alles wat wij doen, feitelijk, is omdat we dat gevoel hebben te leven. Dus alles wat we doen, dient eigenlijk het in stand houden van het gevoel te leven. Maar in plaats van dat we het daarbij laten, gaan we er een hele entiteit omheen bouwen. Met allerlei definiëringen en do's en don'ts en weet ik veel wat. En regels en normen. En dan denken we dat dat gunstig is. We maken het alleen nodeloos complex. Iedereen doet alles de hele tijd om die levenskracht te voeden. Om dat kaarsje brandend te houden. Nou, dan weet je dus meteen wat het motief is van iedereen. Klaar. Daar hoef je ook geen ruzie over te maken. Alles wat je doet, alles wat je zegt, alles wat je wil hebben, alles wat je eet... Weet je, alles wat je niet eet, doe je allemaal om dat vlammetje gaande te houden. Meer is het niet. Dus hoe diep en mysterieus zijn mensen? Niet. Het is dodelijk eenvoudig. Ze zijn echt niet complexer dan een teek. Want die doet dat ook. Zijn hele leven probeert hij zijn I am-ness, dat vlammetje, gaande te houden. Het is exact hetzelfde als jij en ik. Hij doet er alleen minder moeilijk over.
Dan zijn ze veel bezig met geheugen en fantasie yes. voor de toekomst. Yes. En de hele tijd de story of self, in plaats van gewoon te zijn. Mijn enige opdracht is te zijn. Nou, geslaagd. Game over, done. En de rest is erbij gefantaseerde overbodigheid eigenlijk. Als Nisargadatta zegt, zie die spel de prik, is dat het? Yes. Yes. Spel de prik van bewustzijn. Als je dat voor de eerste keer leest, zeg ik vond het ook zo bizar dat überhaupt iemand dat had opgeschreven. Ik had al vrij veel gelezen, maar dat was ik nog nooit tegengekomen. Ik dacht, oh motherfucker, ik ben toch niet gek. staat daar gewoon. Amazing. Wat was opgeschreven, Hans? Over die speldeprik van bewustzijn. Dus die realisatie die er was van bewustzijn te zien verschijnen, dat had ik nooit ergens gelezen. It just happened. Mm-hmm. Weet je wel? En dan zit je allemaal van die stuff te lezen en nou, je komt allerlei verstandige dingen tegen of mooie inzichten, maar niet dat, tot ik dat boek kreeg van Nisargadatta. Dat staat daar gewoon. Ik had er nog nooit van gehoord, weet je wel. Ik wist niet eens dat Advaita bestond of whatever. Maar dan krijg je in één week tijd het boek van Alexander Smit en van Nisargadatta. Terwijl je midden in je energieopleidingen allemaal je auravelden zit te transformeren, weet je wel. Ja, dat is ook leuk, daar gaat het niet over, maar. Dan krijg je eens twee van die boeken van twee verschillende mensen en het staat daar gewoon, dat is bekend. Wat zei je dan? Aha. Ja, gewoon spontaan, boom, vreugde, herkenning. Dat is amazing. Dus ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Dus waarnemen is niet de werkelijkheid. Ja, dat is een hele goede stelregel. Alles wat je kan zien, is het niet. Ja. En is dat de essentie van de werkelijkheid is te zijn? To be. Nee, dat is het handigste om te doen. Just to be is het handigste om te doen. Dan word je een volwassen wezen. Maar op een gegeven moment is er de realisatie dat zelfs zijn een waarneming is en dus niet de werkelijkheid. Waarbij ik nogmaals wil opmerken dat ook al is zijn niet de werkelijkheid, daarmee is het niet slecht of verwerpelijk of iets dergelijks. Het gaat er alleen maar om dat we de dingen op de juiste plek zetten. Het is leuk om mee te spelen, but it's not reality. En dat is handig om te weten, want laten we wel zijn, waarom lijden mensen? Omdat ze dit verwarren met de realiteit. Het verhaal blijft eigenlijk, mag blijven. Ja, of course. Weet je wel, maar je beseft dan, bij wijze van spreken, it's on TV. It's not my life. It's on TV, it's entertainment. Relax. There are no real monsters or heroes or love stories. It's alsof. En op het moment dat wij vergeten dat het alsof is, gaan we het bloed serieus nemen. En dan wordt het een heel vervelend verhaal. En dan hebben we weer antidepressiva nodig en weet ik wat allemaal. To get us through the day. Want het is toch zo'n feest, dat leven. Wat is de essentie van werkelijkheid? De afwezigheid van welke waarneming dan ook. Dus werkelijkheid kun je eigenlijk alleen in termen van afwezigheden uitleggen of op een negatieve manier, zo je wil. Niet dit, niet dat, niet... Ja. En je kunt dus ook gaan zeggen van, maar daar hebben we dus weinig aan. Dat wat permanent en onomstotelijk en onveranderlijk en absoluut is. Maar dat kun je dus niet vinden. Want alles wat je kent is precies dat niet. Namelijk impermanent, veranderlijk... moet ondersteund worden door van alles en nog wat. Nou, werkelijkheid geeft geen enkele ondersteuning nodig. Al het andere wel. En dat begint dus al, zoals ik zei, met bewustzijn. Stop eating and the life force or consciousness will go. So it needs food. Nou, werkelijkheid niet. It doesn't need anything. Dus,
bewustzijn komt op en tovert een heel universum en een heel leven en een heel drama tevoorschijn, maar het absolute is nog steeds zichzelf. Als het op een gegeven moment weer instort of zich terugtrekt, zo je wil, dan is het absolute ook nog steeds zichzelf. Het wint of verliest niets met het wel of niet daar zijn van bewustzijn. Het enige verschilletje is, zou je kunnen zeggen, is dat als die boodschap ik ben verschijnt, dan weet jij, jij het absolute, dat er zijn is, dus dat je er bent. In het andere geval weet jij het absolute niet dat je bent. Maar dat wel of niet weten verandert niets aan wat het is. It's just a mirror. Zo zou je het kunnen voorstellen. Dus in woorden het dichtstbij wat ik kan zeggen. Alles heeft een achtergrond nodig, want anders kan er dan niks in verschijnen. Yes, voilà, that's it. Die woorden die daar staan, die hebben dat papier nodig, de achtergrond nodig. Want anders, je kunt woorden niet in de lucht schrijven. Yes. Yes. En die absolute achtergrond is gewoon niet waarneembaar. Of, voilà. Of, yes. Het is onrechtstreeks door te zien wat het allemaal niet is, dat je weet dat het dat yes. is. Yes. En vandaar dat we eerst het onderzoek moeten doen en alles aan de kant vegen. En wat je overhoudt is dat. En ik hoorde jou ook een keer zeggen, zo van, in alles wat er opkomt zit ook in snufje van het absolute. Alles, want het komt eruit voort. Hmm. En ik heb jaren geleden heb ik aan jou de vraag gesteld van wie, door wat komt die beweging? Hè? Dus het is heel duidelijk, het absolute, het roerloze, het niet waarneembare. Mm-hmm. Hè? Hoe ontstaat dan de beweging daaruit? Zomaar. Oorzaakloos, zomaar, spontaan. Het is bizar. Ja, dat is nog een vraag die, ja, die regelmatig bij mij opkomt. Hè? Zo van, hoe ontstond de eerste beweging? Ja. En mijn antwoord is dus zomaar. Zomaar. No reason. Ook dat weet je niet. Ja, nee, ik kon geen reden zien. Ja. Ja. Maar ineens gebeurde er iets. Zolang de vragen nog opkomen, wanneer gebeurt het? Nee, maar zo, dat snap ik. Maar ze vroeg van waarom het absolute het nodig vond, zeg maar, om iets voor te brengen. Daar is geen antwoord op, want het was spontaan. En dat vond ik dus ook leuk om te lezen bij Nisargadatta, want ik dacht van ja, het kan ook zijn dat ik het niet goed zie. Maar die zei ook dat het redeloos was. En dat is very acceptable. Het leuke is dat ik me er daardoor bewust werd dat mijn geest altijd dus geprogrammeerd is, hè? Al onze geesten, een oorzaak, als er iets gebeurt, moet dat een reden hebben. Ja, niet dus. En dat was aanvankelijk moeilijk te verkroppen, want ja, die jongen die kan een beetje nadenken, dus die wil een logisch antwoord. Maar dat is er dus niet, het gebeurt gewoon. Voor mij is het een perfect antwoord, ja. Redeloos. Is echt. Ja. Ja. Daarom roep ik, dat duurde even voordat die. Dus soms is er een ontwaken aan iets of een realiseren van iets, maar dan duurt het nog een tijdje voordat de implicaties doordringen. Dus dat beeld of het inzicht is volmaakt in zichzelf. Maar zo'n organisme is vrij traag en niet hyperintelligent. Dus dat duurt een tijdje voor van, oh wacht even. Natuurlijk, de realiteit. Mensen hebben redenen nodig, maar de realiteit niet. Ja, dat vond ik mooi. En dat begon ook weer op persoonlijk level iets te doen. Van, ja, dat die Hans-figuur makkelijker gewoon kon roepen wat hij wel of niet wilde. En dan begonnen anderen van waarom. Ja, gewoon daarom. Waarom moet ik verantwoording afleggen om of met redenen aankomen zodat jij accepteert wat ik wel of niet wil? Dat is niet mijn probleem, weet je wel.
Moet ik het gaan inpassen in jouw denkraam? Gewoon, je vraagt iets, nee. Of ja. Oh. Ja, no reason. Wat ook weggaat is gewoon het geloof of er nog iets anders is dan wat ik op dit moment waarneem. Right. Dus dat er ook dat een universum, ja, ik heb geen idee, dat is. Weet ja. Dat is ook een verhaaltje, hè? Ik zie het niet. Nee, nou, volgens mij heeft niemand ooit een universum gezien. Een maatschappij ook niet. Ja, toch? Ik zie mensen. Ja. Je hebt concrete interacties op dat level, weet je wel. Maar ja, ik schrijf ook wel eens een stukje over de samenleving. Maar het is een beetje een raar verhaal. Ja, dan kom je teruggrijpen naar een herinnering. Ja. En de dingen die je gehoord hebt, het is allemaal afgeleid. Dus daarom is soms een leuke onderzoeksvraag van als we dingen in gang willen zetten. Wat weet ik nou echt? Dat is vrij onthutsend. Want je loopt de hele dag van alles te vinden. Maar sorry, you don't know shit. En niet dat ik dat wel heb, hè? Ik ook niet. Dat is de antwoord op die vraag dat je geen antwoord krijgt. Pardon? Dan is dat het antwoord op die vraag dat je geen antwoord krijgt. Ja. Dat is niet, nee. Ja. Nee, helemaal niet. En dat wijst weer gelijk op een leuk ding. Ook als mensen bezig zijn dus met spiritualiteit of met dit soort stuff, dan... Een deel van de gevangenis is het vraag en antwoord gebeuren. Dus er komt een vraag op en wij denken dat een vraag een antwoord verdient. Waar het om gaat is dat de vraag vernietigd wordt. Dat is iets heel anders. Vrijheid betekent niet dat je alle antwoorden hebt, maar dat er geen vragen zijn. Pardon? En geen vrager, nee. Er valt niks te... Ja, op praktisch niveau, waar zijn de autosleutels? Of, weet je wel, of hoe duur zijn de sinaasappels? Dat zijn zinvolle vragen. Maar voor de rest, spirituele vragen, dat is gewoon een raar verhaal. Ik weet niet eens of wat ik hier waarneem, wat echt is. Ik weet niet of mijn hersenen... Nou, je kunt er gif op innemen van niet. Het is een vertaling. Zetten we hier in dit zogenaamde, als we al aannemen dat dit echt is, zelf de hok een wolf neer, die neemt hele andere dingen waar. Lunchpakketjes bijvoorbeeld. Dus er zijn alleen maar contexten of percepties of waarnemingspunten. En het verhaaltje wat daarbij hoort, bij het organisme en wat die allemaal aangeleerd gekregen heeft, bepaalt een beetje wat er wordt waargenomen. Maar dat is een verhaal. Het gaat door allerlei sluiers heen. Zijn die weg, dan zie je dus niets. Ik weet niet of dat daarmee te maken heeft, maar dat kan ik heel lang mezelf in spiegel waarnemen. Ik val gewoon weg. Yes. 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 Ik zie niks meer. Exact, precies dat bedoel ik. Dan vallen de sluiers dus weg en de geest wordt stil. Dus als wij de wereld waarnemen, wat is dat basically? The movement of the mind. Zolang die beweegt, bibbert op een bepaalde manier, kun je dingen waarnemen. Valt het stil, dan verdwijnt het hele beeld, het hele gevoel van ik of mij of hoe je dat wil noemen. It's all gone. It's just this movement, die levensenergie die een beetje bibbert. Geestig. Ik heb het een keer gehad voor het. Of course. Yes, dat is meestal de reactie. Zeker de eerste keer. Die schrik je het Lazarus. En het is nou net een ingang, zodat er iets gebeuren kan. En in feite wordt in één klap je wereld weggevaagd. En dus zien we dan ook hoe diep dat patroontje zit van wat ik al zei, die ego, hè, toen we het er straks over hadden. Die moet aan de gang gehouden worden. Dat is in feite de vertaling op een kleuterniveau van de levenskracht die aan de gang gehouden moet worden. Want if it stops, is wel leuk om over stilte te praten. En leegte en waarheid, het is fantastisch om het over te hebben. Want het erover hebben is het aan de gang houden. It's food for the ego. Ik merk ook hoe, als ik durf in zelfonderzoek te gaan, dat de shit des te harder roept.
Ja, yeah, of course. Ja. And it should. Ja. En dan moeten we rücksichtloos doorpakken. Rücksichtloos doorpakken. Erop af, erop af. Je komt pas achter wat iets is als je ermee knokt. En alles wat je omver krijgt is onwerkelijk. En dat is vrij veel. Dat is te waard van het onderscheidingsvermogen. Ja, absoluut ja. En dat moet flink, flink rood kleuren. Net zolang totdat je iets vindt wat je niet kapot gehakt krijgt. Maar alleen als je bevrijding wil, hè? Anders moet je dat niet doen. Denk erom, hè. Het wordt een bende in je bestaan, hoor, als je niet oppast. Goh, gezellig, hè. Toch zo. Zondagochtend. En bij je omgeving kun je daar niet over praten? Hè? Ik wel. U wel? Die anderhalve die nog... Nee. Ik raad ook meestal af om daarover te praten. En zeker aanvankelijk. Weet je, we moeten eerst maar eens gewoon... tot de hele boel stabiel is en dan maar eens kijken of er überhaupt nog een neiging is om het erover te willen hebben. Het is niet om je te bekeren, maar... Mm-hmm. Ja, nee, I get that. Maar die mensen, heel veel mensen zitten daar niet op te wachten. En sterker nog, het is verontrustend. En daarvoor zijn we niet bij elkaar. Je gaat maar niet verontrusten, je moet het gezellig houden. Ik zeg niks. En de vrienden die zeggen tegen mijn man, zet jij ook zo? Oh ja. Dat is toch zo'n beetje... Dat is typisch. Zo raar. Ja, precies. Ja. Apart geval. Ja. Hans, het in de boeddhisme of idee, concept dat... dit lichaam sterft en het bewustzijn gaat door en vindt een andere vorm van. Het is er nu al niet. Ja, dat is het probleem. Ja. Als we werkelijk onderzoek doen, zien we dat er nu niks is. Ja. Nou, als er nu niks is, als dat gerealiseerd wordt, volgt daaruit dat er ook niks gaat reïncarneren. Want niks kan niet reïncarneren in iets, want er is niks. Dus het is een hartstikke leuk verhaal om mensen gerust te stellen. Dus bange mensen die hebben behoefte aan een hiernamaals, een Walhalla, Krishna Loka, de eeuwige jachtvelden, something. Of bang te maken als je het nu niet goed doet. Ja, precies. Als we er nog een hel aan toevoegen, hebben we het hele straf- en beloningssysteem gewoon perfectly into place. En dat is uitstekend om een groep mensen te structureren. Maar het is niet waar. Dus ik heb daar verder niks tegen, maar het zijn gewoon rare verhalen. Want we kunnen nu al geen essentie of persoon of ziel vinden. Wat moet er dan incarneren? Waar naartoe? Nou ja, er wordt al gezegd... Ja, ik weet wel wat... Ja, maar dit is gewoon kletskoek. En dit moet je niet geloven dat het kletskoek is, maar onderzoek het maar, weet je wel. En kijk ook wat de motieven zijn om dat soort verhaaltjes aan te reiken. Nogmaals zeg ik dan, iemand die niet bang is, heeft die behoefte aan een verhaaltje over wat er is na de dood? Nee, die leeft gewoon. I need no stories. Dus ik moet eerst bang zijn. En dan heb ik een verhaal nodig om mij gerust te stellen, niet om waarheid te realiseren, maar om me gerust te stellen, kortom, om me in slaap te houden. Daar zijn spirituele teachings voor. Niet om je wakker te maken, om je in slaap te houden. Op een prettige manier. Dat zei je gisteren, bangheid is de net gezag van ego op gaat samen. Ja. Met de zoiets. Yes. Zonder angst geen ego. Ik krijg eigenlijk een mooie droom.
Ja, ja, zeker. En als dus de gewone dromen niet voldoende zijn, dus laten we gewoon zeggen een platte maatschappelijke van over eten en dat soort dingen, dat is niet voldoende, dan verzinnen we er gewoon een levensbeschouwelijke laag bij. En als dat niet voldoende is, dan voegen we een spirituele laag toe. En dan, oh ja, nou, alles is... En dan, daar zijn we dan ook nog niet consequent in. Dat vind ik dan altijd bizar. Dan heb je van die lui, ik weet niet of je ze kent, maar die geloven dan in iets, hoe heet het weer? God. Ooit van gehoord? Dan zeggen ze dat ze in God geloven. En dan proberen ze maar wijs te maken dat alles gaat volgens Gods plan. Dan denk ik van, oké, nou laat ik daar nou eens even in meegaan. Waarom jank je dan de hele tijd? Als er een kind dood neervalt, of als je kanker hebt, of... je bedrijf gaat failliet, dan is dat toch Gods plan? Dat jij zo stom bent dat je niet weet wat het plan is. Maar als ik dat dan werkelijk geloof, dan zou ik denken, oh, nou, het was de bedoeling dat mijn bedrijf failliet ging, mijn hond dood ging en mijn been eraf valt. Toppie! En als er iemand doodgaat, dan kan die bij Gods rechterhand zitten of whatever. Cooler wordt het niet, als je daar echt in gelooft. Dus, what the fuck is het probleem, weet je wel? Als je echt gelooft, dan huil je nergens over, dan ben je altijd op je gemak, want alles wordt geregeld door de big man. Oh, yes! En als ik dood ga, dan kom ik naast hem zitten. Dat is vet. Dus ik snap het gewoon niet. Nee, dan zeggen ze dat ze er allemaal in geloven en dan gaan ze zitten bidden. Dan gaan ze God dus, die almachtig is en zo, vertellen wat hij moet doen. Wat? Echt waar? It doesn't add up, weet je wel. Het klopt gewoon niet. Dus het is de angst voor die God. Die... Maar als ik werkelijk zou geloven in die God, zou ik helemaal geen slechte dingen doen. Dan zou ik mijn hele leven alleen hem dienen. Ja. Maar dat doen ze niet. Ja, het is goed, maatje. Ik ken al die verhalen, maar it doesn't add up, weet je wel. Het is gewoon bizar. Hoe kan je je ego overeind houden als je werkelijk gelooft? In wat dan ook, hè? Maakt niet uit. Als dat werkelijk totaal zou zijn, nooit een probleem. Dan ga je fluiten door het leven, wat er ook gebeurt. Als je echt gelooft dat je toch weer kan reïncarneren, nou, dan word je of relaxed, of je hebt zoiets van, nou, ik ga dit leven aanpakken, want nog een keer zo'n kutleven, daar heb ik geen zin in. Ja. Als je een kutlijf hebt, dan is het gewoon je eigen schuld. Dus dan moet je het nu beter doen. Nou, kom je wel eens in die landen waar ze geloven in dat soort shit. Het is een puinhoop van je welste. Echt verschrikkelijk. Troepen overal. Kunnen dan niet eens de boel een beetje aanvegen. De geschiedenis van dit huis was ook in mijn ogen. Ik weet het. En misbruik. In de keldertjes. Er zijn ook meester Eckhart. Ongetwijfeld, maar niet zoveel. Ja, zonder voorbehoud. Dat betekent dus ook zonder verhaal. Yes. Zonder gebruik te maken van die mind. Nou, behalve op die manier als instrument van wakkerheid om de juiste vraag te stellen. Ja, ja. Ja, maar niet in verband met die verhaallijn van... Dat is dus heel belangrijk, van waar komt een vraag vandaan, waar dient het toe en wat doet het met me, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Nou, meer van wat is waar. Nou ja, daar kom je vanzelf op uit. Want ja, iedere vraag is dan toch eerst vanuit een soort aanname. En dat is wel heel vermoeiend op zich. Ja. Op zich is het wat dat betreft heel simpel. Ja. Als je dat ziet. En als je het doet. En als je het doet, hè. Dus in die metafoor van de week van een gat graven is vrij eenvoudig, behalve als je het niet doet. En dat is wat de meeste spirituele lui doen. Ze weten het allemaal wel, of ze weten een heleboel eigenlijk, denken ze, maar ze doen niks.
veel nutteloze dingen waar de energie in steekt. Ja, yeah. Zeker. Nou ja, nutteloos in die zin van het is ook onderdeel van wie je bent, waar je vandaan komt. En in die zin vind ik eigenlijk alles top. Inclusief dus alles wat kloten is, want dat maakt je weer wakker. Ja. Ja, ik krijg het niet zoals ik het wil, zeg maar. Het is zoals het is. All in. Maar het punt is wel van dat het risico van deze houding is dat je vrij gemakkelijk allerlei dingen laat doorlopen. In plaats van heel kritisch te kijken van, oké, wat kan er eigenlijk aan de kant? Wat kan er af? Wat kan er weg? Een van de dingen die Nisargadatta ook aanreikte, was dat als je werkelijk onderzoek wil doen, is het handig om je activiteiten te verminderen. Want je hebt een heleboel energie nodig en tijd om werkelijk dingen grondig uit te zoeken. Nou, als ik mijn volledige sociaal-maatschappelijke bestaan, zal ik maar zeggen, overeind wil houden en tegelijkertijd zelf onderzoek doen, dan gaat hem niet worden. Nee. It's impossible. Pas op het moment dat er awakening is, de eerste stap dus, kun je gewoon functioneren en dan is het observerende permanent aan. Maar de meeste van ons, zeker in het begin, van als er even een stukje ontwaken is, dan duikt meteen die motherfucker er bovenop om weer proberen de boel eronder te krijgen. En he will. Want ego is veel meer getraind dan dat kleine stukje wakkerheid in je. En de omgeving, die zit aan de kant van het ego, niet aan de kant van waarheid. Dus alles trekt ons terug. Doe nog even hier aan mee, doe nog even zus. Taakje zo, nou ja, dat kan ook nog wel. En voordat je het weet, ben je weer een week kwijt. Een van de meest frustrerende dingen van toen mijn onderzoek begon, was dat ik constant het idee had dat I was wasting my time. Terwijl ik uren per dag met die shit bezig was, dan nog had ik zoiets van, ja, maar ik ben ook naar mijn vrienden geweest en ik heb ook een film zitten kijken en ik deed van alles. Ik kon uren iedere dag vinden die niet gefocust waren op uitzoeken hoe het zat. En in vergelijking met anderen was ik natuurlijk 1000 uur per maand meer bezig met onderzoek, maar in vergelijking met wat kon, verspilde ik 1000 uur. Dus het is maar net hoe je kijkt. En ik had de neiging, ik had wel door, dat wil ik het een beetje op gang brengen, moet ik zo negatief mogelijk kijken. En niet vergoeilijkend. Van ja, ik heb toch al 2 uur gemediteerd of whatever. Weet je, alsof je van mediteren wakker wordt. Weg, weg. Weet ik dit al zeker? Is dit onderwerp uitgezocht? Nee, ik ben er nog niet klaar mee. Ja, ik moet eigenlijk slapen. Fuck that, niks slapen. Uitzoeken. Dan maar brak naar de fabriek morgen. Fuck that. Of kantoor of whatever, wat voor baantje er af en toe voorbij kwam. Tijdje werken aan de kant, boom. Ik had echt een schuldgevoel dat ik gewoon straks doorging en hoopte dat mijn kinderen niet kwamen. Ik zei patiënten af en ik ging in de auto door op de wc. Ja, ja, yeah, yeah, that's it. Het is een ziekte. Het is geen hobby. Nee. En die neiging is dus heel normaal. Van, dat is niet tegen anderen, maar je wil gewoon niet dat laten verpesten. Je laten afleiden. De interne afleidingen zijn al enorm. En je bent zelf al, want je gaat door de mangel, je bent zelf al bang genoeg, weet je wel. Dan heb je die shit van die anderen niet nog benodigd. Van ja, gaat het wel goed met je? Want je ziet er niet uit. Weet je wel, nee, natuurlijk niet. Een monomane toestand. Mensen bezorgd om je heen. Begrijpelijk ook nog, welgemeend ook nog. Dan kun je ook nog wel zien. Ik had zoiets, fuck off. No fun. Het is ook in dit geval hier een onderscheid of ik onbewust in een rol terechtkom of ik kies authentiek voor een bepaalde rol aan. Zo van oké, nou ben ik hulpverlener of nou ben ik. Right. Maar altijd met, en dat je gewoon, je kunt dat, wat je hier zegt, of zo, kun je niet met iedereen, dat kun je niet toepassen. Nee. Maar dat je bewust
in die rol stapt. Ja. Voor mij is dat in toch altijd verbonden blijven met de achtergrond. Yes, yes. Dat is een heel mooi onderscheid. Ja. Dit is ook een rol. En ook wat die rol bij jou oproept, ja? Ook dan ter plekke onderzoek doen, yes, terwijl je met je, yes, activiteiten, yes, voor de ander niet zichtbaar, mm-hmm, met onderzoek blijft doorgaan. Yes. Maar dat kan dus pas als een eerste stap al gezet is. In het begin kunnen we dit niet, maar op een gegeven moment wel. Dan weet je heel goed wat de rol is en wat er gezien moet worden en wat je binnen die context van die rol wel en niet kan zeggen. Ja. Nou, niet van dit soort dingen vaak. Het hoeft ook niet. Ja. Een mind is zo geprogrammeerd, bedoel, door, laten we zeggen, komt van de nacht der tijden en dan ons opvoeding. Die mind is zo geprogrammeerd, dus de machine dacht, zou moeten kunnen uitvegen. Daarom moet je dus die wakkerheid er de hele tijd op richten. Want het systeem zal de neiging hebben, iedere keer weer, om terug die slaapsfeer in te gaan. Wake up! Again and again. Net zolang tot het ongeneeslijk is. En daar valt echt niet mee. Dit is één groot slaappaleis. Deze hele zogenaamde wereld. Alles is er op gericht om niet waarheid te realiseren. Om niet echt te zijn, om niet vrij te zijn. Daarom is het ook helemaal niet gek dat het een paar dagen neemt. Dat het een paar dagen neemt om daar je van te ontdoen, zou ik maar zeggen. Die shit uit je systeem te krijgen. Je vertelde net over hoe toegewijd je bezig was toen je opkwam van de waarheid willen leren kennen, zeg maar. Dat roept mij vooral help. Wat bij mij de laatste tijd gebeurt is dat er heel veel, ik ben veel gaan klimmen. Ik ben net begonnen met een theatercursus en er zit heel veel kracht in om daar om het allemaal te doen, allemaal te ervaren, allemaal. Een soort honger, vind ik, er zit ook een honger in. Goed. Ja, oké. Go for it. Ja. Dat is een beetje de vraag. Klopt, is dat... Het meest eenvoudige is gewoon te doen waarvan je innerlijk overtuigd bent dat je het moet doen. Whatever it is. Ja. Dat is in ieder geval een gegarandeerde route naar volwassenheid. Dus wie volwassen wil worden, volg gewoon de aanwijzingen op. En you know, en die komen niet uit je hoofd. Het is inderdaad een honger, een drive. Doe dat en je zult dingen tegenkomen, beperkingen leren kennen, dingen overwinnen enzovoort. Dus je zult als werkelijk menselijk wezen daardoor groeien. Als op een gegeven moment het virus van moeten weten wat waarheid is toeslaat, nou, dan heb je alvast een hoop ruimte gemaakt. Een hoop dingen ontdekt. Dus in die zin is er nooit iets verloren. En het ging er net even over van waarheid willen of verlichting willen of hoe je het noemt, dat kun je niet willen. It will hit you. Weet je wel, dus groei kun je willen, vrijer worden kun je willen, volwassener worden, dat kun je willen. Verlichting niet, dat overkomt je. Ik heb nooit besloten van, oh, het lijkt mij een goed plan, zo weet je wel, dat ik zo zat van, laat ik nou eens gewoon de komende 5 jaar of 7 jaar als een waanzinnige van alles gaan onderzoeken. Ik moest het onderzoeken, ik had geen keus. En wat ik al zei, bijna iedereen in mijn omgeving had dat niet. Dus ja, zat ik gelijk op een andere planeet, bij wijze van spreken. You're welcome. Met het verstand is het niet te
begrijpen. Nee. Dus ja, dan doe ik er ook geen moeite voor. Ja, dat kan, maar het risico daarvan is dat we daarmee de boel weer op een afstand houden. Ja, dat is het risico. Vandaar dat ik zeg van probeer alles zo kritisch mogelijk van oké, dus als ik zeg van het is met het verstand niet te begrijpen, wat wil ik met die zin? Wat is het on... Nee, maar kritisch zijn, je gaat te snel reageren. Ik kan daar pas achter komen als ik mijn tanden erin zet. Dus wij zijn vanuit de oppervlaktegeest heel makkelijk geneigd om te zeggen van ah nee, dit is dit of dat is dat. De vraag is, wees de advocaat van de duivel en kijk of het wel klopt. Waar draai ik me een rat voor ogen? Iedereen mag zich een rat voor ogen draaien. Maar als ik een stap verder wil komen, mag ik dat niet. Dus ik moet er bijna van uitgaan dat alles wat ik roep een trucje is. Dus dan kan vanuit mijn perspectief, als ik iemand hoor zeggen van ja, het is niet te begrijpen, dan hoor ik een excuus. Niet een inzicht. Ik heb gelijk. Dank u. Inzichten komen toch wel. Als jij er niet bent, dat je bent er heus niet altijd. Dus die inzichten die komen. Dat is... Maar niet als je niks doet. Nee, precies. Ja. Dus het zijn stukjes die dan... Yes. En we zullen dus, ik noem dat dan wel eens, je moet in ieder geval een tijd lang, voordat dat proces je heeft overgenomen, moet je je eigen wekker zijn. Je moet jezelf iedere keer overeind trekken, want je neiging is gewoon om op de grond te gaan liggen. Iedere keer weer, in een soort comfortabele... Dan moet je jezelf eruit trappen, een ander gaat het niet doen voor je. Maar alleen, nogmaals, als je iets wil. Als je het comfortabel vindt om in de modder te blijven liggen, dan is dat perfect. Dan moet je dat lekker doen. Maar dan is het een beetje raar dat je je met dit soort dingen bezighoudt. En maar, zelfonderzoek, want dat kan alleen maar met verstand. Nee, daar begint het. Maar het is veel meer dan alleen verstand. Je zult dingen intens gaan beleven. Dus het heeft ook heel veel met voelen te maken. Het heeft ook heel veel met intuïtie te maken. Dus... met je intelligentie, en dat is van je hele systeem. Het betekent intelligent gaan worden. En intelligentie die doet niet heel erg aan vergoeilijking, dingen omzeilen. Die kijkt gewoon hoe iets werkt en wat het is. Of het mij nou een plezierig gevoel of een vervelend gevoel oplevert, is niet aan de orde. Daarom gebruikte ik die term rücksichtloos. Weet je wel, van het doet er niet toe of ik daar gelukkig van word of iets dergelijks. Ik wil de onwaarheid uit, ik wil niet meer een leugen zijn. Dit is toch een soort volwassenheid. Ja, maar met het risico op nog meer. Of de kans, zo je wil. Dus iemand zei ook een keer van, we zouden het liefste hebben dat we met deze dingen bezig gaan, laten we zeggen uit liefde voor waarheid. Maar aangezien je niet weet wat waarheid is, is dat een beetje een raar verhaal. Dus je zou beter kunnen zeggen, het is uit haat voor onwaarheid. Als je werkelijk doorhebt dat je in slaap bent en dat je een leugenaar bent, als dat echt binnenkomt, dan ben je meteen gemotiveerd om daar een eind aan te maken, wat het ook kost. Maar dat veronderstelt dat je begint te kijken. Er moet dus... een minimale hoeveelheid intelligentie wakker worden op een of andere manier, zodat je het überhaupt kan zien dat je in slaap bent. Daarom riep ik ooit, de eerste stap van ontwaken is inzien dat je slaapt. De meeste mensen namelijk denken dat ze al wakker en vrij zijn. En die krijg je niet wakker. Iemand die doorheeft dat hij slaapt, die kan gemotiveerd raken. En die kan zeggen, yo, geef me eens een knuffel of een schop of net wat er nodig is. Maar iemand die denkt dat hij vrij is en wakker is, dit is een kansloze missie. Als ik daar net buiten stond, dat ik zo'n gevoel van die uitgedroogde natuur en die regen die daar zo op viel. Dus ik zeg, ah ja, dat is nu juist wat er gebeurt eigenlijk. Yes. Dat moet voeding krijgen, ja. Dat moet aangewakkerd worden, olie op het vuur. Je kunt heel goed, als je begint te observeren, zien hoe je neiging of de neiging van het systeem is om weer weg te zakken. Ik zal het morgen weer doen.
Dat is mogelijk. Ja. Of in iedere pauze. Valt mij vaak op, het gaat niet over van dat er gepraat wordt of dat er niet gepraat zou mogen worden. Maar ik voel die energie altijd vrij snel veranderen. Weer terug naar een gewone me-me-me-modus. Dat laat je toe. Als je dit niet doorkrijgt, dan krijg je ook niet door wanneer je die wekker moet indrukken. Het is heel lastig. Het is alsof een hondje zichzelf traint om te leren zitten, terwijl hij wil rondrennen de hele tijd. Maar hij moet leren op zijn plek te blijven. Dat moet je zelf doen. Ik kan een beetje, nou, als we geluk hebben, stimuleren of iets dergelijks, maar ik kan het niet voor jullie doen. Ik ben de meest machteloze die er is. Alle macht ligt bij jou. You need to wake up, weet je wel. En dat is zeker aanvankelijk, wat Romana ook zei, van voordat het moeiteloos wordt, kost het heel veel moeite. Want alle tendensen nogmaals zijn om te slapen. En om het comfortabel te hebben en het gezellig te houden. Niet moeilijk doen. Nou, dit allebei, volwassen worden, maar zeker ook awakening, is disruptive. Dat, je kunt niet volwassen zijn en slapen. Of volwassen zijn en kind blijven. Het is gewoon onmogelijk. Het is het een of het ander. Is dat makkelijk als je dan veel tijd op jezelf toebrengt? Dat is meestal een goed advies. Tenzij, en daarom zeg ik meestal, er zijn mensen die al zo in elkaar zitten dat ze eigenlijk contact vermijden. Dan is het contact vermijden en op jezelf gaan zitten het stomste wat je kan doen. Dus er zijn nooit altijd zus, altijd zo. Dus ik heb ooit letterlijk iemand die ik goed kende, die heel veel alleen was vanwege social awkwardness. Die heb ik juist uitgenodigd om veel meer contact te gaan maken. En nou doet ze dingen in het theater en all kinds of stuff. En die heeft daar heel veel van geleerd. Is daardoor gegroeid. Tegen een ander die zich constant begraaft in social activities, zou ik zeggen van nou, hou daar maar eens mee op. En zo zelf concreet beginnen aan dat schriftelijk best? Ja, schrijven is heel gunstig. Want zoals Jet al zei, de slechtste plek om na te denken is in je hoofd. Als je alleen maar daarover nadenkt, gaat het loopen. En dan is het heel moeilijk om kritisch te zijn. Terwijl als je opschrijft wat je denkt, dan kun je veel makkelijker zien waar het niet klopt. En waar de aannames zitten. Dan breng je het letterlijk in het licht, in de lucht. En is er een afstand, je kunt het dan zien. Als je aan het denken bent, zeker in het begin, als je nog niet wakker bent, dan is denken eigenlijk de stem van ego. Er is eigenlijk helemaal geen denken. Er is gewoon een soort ja, recyclen van algemeenheden. Echt denken is een heel kritisch gebeuren. Het is een soort sloopactiviteit. Dus dan ga je dingen opschrijven. En dan zie je gewoon wat daar staat. En dan kun je gaan afvragen van oké, een zin, die heeft, weet ik veel, 6 woorden. Eerste woord, what the fuck do I mean? Weet ik wel wat ik zeg überhaupt? Als ik bijvoorbeeld zeg van, ik wil vrijheid. Eerste woord, ik. Wat is dat? Willen, wat is dat? Vrijheid, wat is dat? Dan heb je al 3 problemen. Because you don't know, maar je praat wel de hele tijd zo. Als je probeert uit te komen, dat is toch ook met je verstand? Hè? Dat probeert ook, ook met je verstand. Vraag je dan continu momenten vast? Nee. Je gaat langzamerhand, want dat is nog best lastig, wat je al aangeeft. Je gaat langzamerhand leren wat denken is. Dus net zo goed als de meeste mensen denken dat ze vrij zijn en wakker, denken de meeste mensen dat ze weten wat denken is. Ik kom zelden iemand tegen die denkt. Maar een heleboel mensen waarbij constant een innerlijke dialoog bezig is. Dat is geen denken, dat is een aandoening. Echt denken sloopt, is logisch. En ziet precies wat wat is. Ziet wat de aannames zijn, waar het toe leidt, waar het niet klopt. Waar het dubieus is, waar er allerlei dingen bij gesleept worden die er niks mee te maken hebben. Het is net een fileermes. En het is schitterend. Echt denken. En het wordt gestuurd in feite door intuïtie of door waarheid.
Dus het is het zoeken naar waarheid. Niet het vinden van een comfortabel of prettig antwoord of dat het me iets oplevert. Wat ik al zei, het is meer een sloopgebeuren. Klopt dit wel? Waar ga ik eigenlijk allemaal van uit? Hoe kom ik daaraan? En dan gaan kijken. Dus het is niet alleen maar denken, het is vooral kijken. En dit is overigens nauwelijks te doen. Net zoals ik daar straks al zei, van verlichting kun je niet willen. It happens. Je wordt wel of niet in dat proces geflikkerd, zal ik maar zeggen. En gaandeweg leer je nadenken. En leer je kijken. Want dat is een van de meest onthutsende dingen als dit begint. Dat je erachter komt hoe verschrikkelijk stom je bent. En dan doe je een paar ontdekkingen. Die schrijf je op. En dan kijk je daar de volgende dag naar. En dan denk je, Jezus Christus, ik dacht gisteren dat hier iets zinnigs in stond. En het is gewoon horseshit. Weg. Volgende, nog een keer kijken. En iedere dag kom je erachter dat je eigenlijk nog stommer was dan je al dacht. En nog dieper in slaap dan je al dacht. En dieper in de problemen dan je al dacht. Weet je wel, dat is echt, is niet echt gezellig. De andere kant is dat die intelligentie die je ook bent, of in je zit, die vindt het schitterend om dingen in te zien. Iedere vleug of spatje waarheid, dan doet er iets in het systeem. Oh yes! En dan mag je er 5 seconden van genieten. En dan... Soms 5 dagen. En dan komt de volgende golf. Dan zie je ineens weer iets. Een of andere manipulatie of liefdeloze aanname of vergoeilijkende, weet ik wat, excuses, all kinds of shit. Ja, dan moet je weer erop af. En nog een keer, weet je wel. Boah. Maar ik zou het zo weer doen. Alleen dan beter. Dat kan toch eigenlijk niet? Dat is ook onzin. Dat vond ik wel leuk om te zeggen. Maar als ik zo'n leraar had gehad als ik ben, zo, je had de helft geskeld. Ik moest het allemaal zelf uitzoeken, want ze wilden mij al die energie shit wijs maken. Waar ik trouwens ook dankbaar voor ben, veel van geleerd en blij dat ik er vanaf ben. Er waren ook van die onthutsende ontdekkingen dat je dan rondloopt op een plek die spiritueel centrum heet. Waar allerlei suggesties in de lucht hangen, maar het is gewoon een slaapclub. Het is echt heel raar. Maximaal haalbaar, en dat gebeurde soms ook, was dat er wat groei was in de zin van meer volwassen worden. Dat was goed. Maar het was eigenlijk echt niet de bedoeling om uit te breken. En dat vond ik een heel raar verhaal. En zo van, ja, nee. Dat gaan we niet doen. Dat is niet oké. Okay. Weird. Maar goed, dat geeft niet. Dan flik je dat er ook uit. Heb je een horloge, jongen? Het is bijna 1:15. Ah, oké. Okay. Is het dan zo als brokken van je afvallen, dat je dan uiteindelijk, alleen mij lijkt dat, zo in een alleenheid komt. Yes. Die er altijd al was, maar die je de hele tijd ontliep. Yes. En het lijkt mij ook zo nadien, zo in groepjes praten en praten over. Ik kan hem nog moeilijk. Maar dat hoeft toch ook niet? Nee, ik weet het, maar dan zit hij er alleen. Ja. En dan komt eruit wat eruit komt. Ik heb het gevoel dan dat er kapot gepraat wordt. Zoiets, ik kan het niet omschrijven, maar vroeger had ik dat niet, dan was het boergroepelijk. Zo, maar het is alsof ik stilgevallen ben. Goed. Uitstekend. Dat lijkt me volstrekt natuurlijk. Het kan rust zijn. Ja, uiteraard. Ik praat hier heel veel over tijdens satsang, maar voor de rest nooit. Het is mijn werk. Daarom praat ik erover. Maar mij interesseert het geen reet, eerlijk gezegd.
Dus in mijn dagelijks leven heb ik het daar niet over. Maar wie kan de grasmaaier repareren? Gewoon dingen waar je wat aan hebt. Dus het is wel een complete omwenteling. Zo. Ja. En dat. Soms geeft dat dieper dan mij. Ja, ja, sure. Het moet zich door je systeem heen vrijten, als het ware. En dat is prettig aan de ene kant en tamelijk schokkend aan de andere kant. Yes. Nou, mooi. Mogen jullie eten? Met de ja, gaan we straks nog even verder. Dankjewel. Ja.